Goeiedag. September is warm begonnen met de afgelopen dagen vaak zomerse temperaturen. Op veel plaatsen hebben we zelfs de warmste dagen gehad sinds eind juni en dat is toch wel opvallend. Of september ook zo warm blijft, bekijken we in de nieuwe 30-daagse video. Hoge temperaturen dus de afgelopen dagen en ook vandaag is het nog best aan de warme kant. Hier achter mij zien we de luchtdrukverdeling, de verwachte luchtdrukverdeling voor volgende week. Afgelopen week lag er eigenlijk constant een lage drukgebied ten westen van ons, terwijl zich een hoge drukgebied ten oosten en noorden van ons bevond, waardoor met een zuid- tot zuidoostelijke stroming die warme lucht naar onze regio werd geblazen. En aan deze afwijking op de kaart zien we dat de luchtdruk volgende week niet zo heel veel daarvan afwijkt. De verdeling blijft ongeveer gelijk. Dat betekent dat we nog steeds hoge temperaturen voor de tijd van het jaar mogen verwachten. Met vaak een wind uit richtingen tussen zuidwest en zuidoost. En daarmee wordt dus relatief warme lucht aangevoerd. Wel bereikt lage druk vanuit het westen ons dus af en toe. Schampt ons af en toe met kans op een paar buien. Maar heel veel neerslag wordt er over het algemeen toch niet verwacht. We zien aan de temperatuurafwijking, ook volgende week, dat het best warm kan worden. In ieder geval een paar dagen. Vooral halverwege van de week kan dat het geval zijn. Met in het zuiden van het land wellicht weer zomerse temperaturen. Een afwijking van gemiddeld zo'n 2 graden boven normaal is voor een week gemiddeld vrij fors. Dat betekent dat er weinig koude dagen bij zullen zitten en ook de nachten zullen relatief zacht verlopen. Dat zien we ook in de pluim voor de komende 14 dagen. Nou, de middagtemperatuur ligt gemiddeld rond 20 à 22 graden. Alleen dinsdag en misschien ook woensdag die springen er bovenuit met hogere temperaturen. En dan zijn vooral in het binnenland zomerse waarden mogelijk. Gaan we wat verder kijken, dan zien we van tijd tot tijd de onzekerheid met name toch wat erbovenuit schieten. Dat betekent dat er ook dan af en toe nog wel een zomerse dag mogelijk is. En de nachten zijn relatief zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Dat brengt het gemiddelde natuurlijk ook flink omhoog. Gaan we een stapje verder kijken. De week van 20 september. Dan zien we dat er aan de heersende luchtdrukverdeling nog steeds niet zo heel veel verandert. Een duidelijk signaal voor lage druk ten westen van ons. De Britse eilanden zullen redelijk wisselvallig zijn. Ook wij zullen daar af en toe wel een enkele bui van meekrijgen. Maar een hoge drukgebied boven Europa heeft waarschijnlijk toch net wat meer invloed bij ons. Waardoor het opnieuw vaak relatief warm zal zijn voor de tijd van het jaar en op de meeste plaatsen droog. Dat zien we ook weer aan de temperatuurkaart voor die week. Opnieuw een afwijking van ongeveer 2 graden gemiddeld, misschien lokaal wel wat hoger. En ook dan kan er af en toe best een zomerse dag met 25 graden of zelfs iets meer tussen zitten. Overigens is dat niet heel uitzonderlijk voor september. We hebben het de laatste jaren wel vaker gezien. Zelfs de week daarna, richting de maandwisseling naar oktober, zien we een duidelijke temperatuurafwijking naar boven. Er verandert eigenlijk heel weinig en ook dan zijn er een aantal warme dagen mogelijk. Al zal er af en toe, met name 's nachts, wel wat mist kunnen ontstaan en dan zal de temperatuur wel dalen tot een graad of 10 of nog iets lager. Maar echt lage temperaturen, dat is voorlopig toch niet te voorzien. Pakken we nog even een neerslagkaartje erbij. Dan zien we eigenlijk een weinig afwijking in onze regio. Richting het lage drukgebied bij de Britse eilanden en het westen van Frankrijk zien we wel wat signalen voor. Te nat weer voor de tijd van het jaar. Terwijl boven Europa, maar ook boven onze omgeving wat lichte signalen zijn voor juist wat drogere omstandigheden onder invloed van dat hoge drukgebied wat boven Scandinavië ligt. Nou, geen afwijking betekent in deze een normale hoeveelheid neerslag. Het is dus niet droog, maar af en toe zullen er wel een paar buien vallen. Echter zullen de neerslaghoeveelheden behoorlijk meevallen. Lokaal kan er uit zo'n bui, zeker als er onweer bij voorkomt, toch wel plaatselijk flink wat neerslag omlaag komen. Maar het zal heel lokaal zijn. Het algemene beeld is niet zo heel wisselvallig. Echt herfstweer zal voorlopig dus niet aan de orde zijn en is wellicht meer weggelegd voor oktober en november. Ik wens u een goed weekend.